De Promotion Support Club van FC Zutphen, Brandoil Tankstations en Hilarius Creatieve Producties, supporters van FC Zutphen Internet TV. Sportpark Het Meijerink, zaterdagmorgen 13 december 2014 staat een belangrijke wedstrijd op het programma voor de jongens en begeleiding van FC Zutphen D5. Zij moeten aantreden tegen FC D1 en bij winst of gelijkspel zijn ze kampioen van de vierde klasse 22. Zelfs bij verlies worden ze kampioen, maar dan moeten ze met niet meer dan 0-26 verliezen. Spannend! FC Zutphen staat er goed voor, ongeslagen en op 27 punten. FC heeft 24 punten, maar FC Zutphen D5 heeft een positief doelsaldo van 69 en FC daarentegen 43. Dus het moet raar lopen, wil FC Zutphen D5 geen kampioen worden. Daar betreden de jongens van FC Zutphen D5 de arena op Sportpark Het Meijerink. Op naar de belangrijke aftrap van de climax van dit seizoen, het kampioenschap. Iedereen is gespannen, ook het publiek. De trainer met gauw nog wat laatste aanwijzingen. Dan hier de opstelling FC Zutphen D5 van de trainers Frank van der Linden en Colin van der Kamp. Deze jongens staan aan de aftrap van de wedstrijd, maar niet minder belangrijk, de reservespelers die op de bank beginnen en ongetwijfeld hun bijdrage zullen leveren. Geconcentreerd staat Milan Pot voor het doel van FC Zutphen D5 en bekijkt van afstand de wedstrijd. Epse in de aanval, maar FC Zutphen kan onderscheppen. En men zoekt de vrije man, maar dat lukt nog even niet. Epse blijft druk zetten opnieuw. Epse in balbezit en FC Zutphen krijgt de bal maar niet weg. Maar dan op een gegeven moment een prima paas op de spits van FC Zutphen, Timo van der Linden. En Timo van der Linden op snelheid. Hij schiet en ja hoor, een doelpunt in de tweede minuut van Timo van der Linden. Ja, niet hij was de doelpunt te maken, maar deze jongeman met de gele schoenen en de handschoentjes aan. Timo van der Linden. Een prima paas natuurlijk van achteruit over grote afstand. En op snelheid Timo van der Linden, die loopt zijn tegenspeler eruit en passeert redelijk makkelijk de keeper van VV Epse. 1-0 dus voor FC Zutphen en dat al heel vroeg in de wedstrijd. FC Zutphen D5 zit dus op koers om kampioen te worden. Dan de uittrap van Milan Pot. FC Zutphen in balbezit. En opnieuw een goede paas op de rechtsbuiten. Hij houdt de bal nog net binnen. Eens kijken of hij hem voor kan zetten. Ja, hij houdt even in. Kapt even. Oh, en daar wordt de bal onderbroken. Maar toch komt die bal voor. Het doel bij Epse. Maar de spits van FC Zutphen lukt het nog niet. En hier dan een goed schot. Maar dit schot is net iets te hoog om gevaarlijk te worden voor het doel van VV Epse. Dan een ingooi voor FC Zutphen D5. Ja, daar komt hij heel goed langs de man. Prima beweging. En dan, oeh, bijna. Maar goed opletten van de keeper van Epse voorkomt een doelpunt, want deze jonge man zocht de korte hoek. Dan een corner voor FC Zutphen. En daar een goede bal op de goal van Epse. Maar die bal die gaat net naast het doel. Prima inzet van deze jonge man. Dan VV Epse in balbezit. Maar Epse Zutphen neemt weer over. En opnieuw een goed schot. Keeper zit daar even niet goed bij. Voordat Timo van der Linden gevaarlijk kan worden, heeft de keeper van Epse de bal toch te pakken. Epse Zutphen aan de bal. Ja, die bal die wordt goed naar elkaar toegespeeld. En af en toe een actie zoals hier, een goede passeerbeweging. En de speler van Epse komt er niet aan te pas. Goed samengespeeld. Ja, prima beweging zeg. Even een medespeler zoeken en een schot. Maar dit wordt een voorzet. Bal die wordt teruggelegd. Epse krijgt de bal niet weg.
En opnieuw een goed schot. En deze gaat maar rakelings over het doel van VV Ebsen. Prima inzet van deze jongeman. En dan loopt er bij Ebsen al iemand warm. Ebsen, doelman, schiet uit. Maar FC Zutphen weet direct weer druk te zetten en in balbezit te komen. En hier een behendige rechtsbuiten van FC Zutphen. Hij dreigt naar links en gaat naar rechts. Voorzet, prima aanname, bal die komt voor. En daar staat Hiram Bakker om de 2-0 te maken. En dat allemaal vlak voor rust in de 25e minuut. Een prima actie op rechts. Heen en weer gaat hij. Hij zet dan voor, ziet zijn medespeler lopen. Deze neemt goed aan en ziet Hiram Bakker staan. Ja, het is op zich geen moeilijke bal, maar je moet er maar staan. En Hiram Bakker is er maar wat blij mee. Prima actie van Hiram Bakker. 2-0 dus voor FC Zutphen. En daar zijn de trainers natuurlijk hartstikke blij mee. Dan een corner voor Ebsen. Corner wordt goed ingezet. En daar, bijna gevaarlijk Ebsen, maar er wordt corner gemaakt. En Ebsen mag deze corner nemen. Een prima corner en daar toch nog gevaarlijk voor het doel van FC Zutphen. Maar keeper Milan Pot houdt de bal nog net uit het doel ten koste van een corner. Maar daar kwam verder niks uit. Belangstelling was er genoeg langs de kant. Fotografen en publiek. En hier Ebsen heel gevaarlijk. Maar deze jongeman weet deze kans niet te benutten. En schiet naast het doel van Milan Pot. Toch weer gevaarlijk. Ebsen en het zagen ook de mensen op het terras bij FC Zutphen. Milan Pot zet zijn jongens op de plaats. De corner voor Ebsen. Een prima corner. En FC Zutphen kan deze bal wegwerken. Maar daar, Kaik Bronswijk brengt de bal weer in. En een goed schot zeg. Deze kan nog net door Milan Pot uit het doel gehouden worden. Prima actie weer van VV Ebsen. En opnieuw, Milan Pot zet de jongens even goed op zijn plek. Want opnieuw een corner van Ebsen en die was zo gevaarlijk. Aanvoerder Kai Bronswijk schiet. En daar tegen de paal, vierde keeper tegen de paal, gaat die bal toch nog in het doel. En dat betekent in de 41ste minuut de 2-1. Een goed schot van Kai Bronswijk. Komt tegen keeper Milan Pot aan en vierde paal in het doel. En het was niet meer nodig voor de andere Ebsen speler om die bal aan te raken, want die bal was al over de lijn geweest. 2-1 dus in de wedstrijd FC Zutphen D5 tegen Ebsen D1. Dan Ebsen weer in de aanval, want Ebsen kwam daar in de tweede helft heel goed uit. En hier weer opnieuw heel gevaarlijk. Maar die bal die gaat naast en Milan Pot, de keeper van FC Zutphen, stond op het verkeerde been. Maar dat loopt gelukkig goed af voor FC Zutphen. Dan een corner voor FC Zutphen. En die wordt genomen en een prima corner zeg. Wordt niet goed weggewerkt. FC Zutphen blijft in balbezit en daar een schot. Maar deze bal die gaat net over naast het doel van Ebsen. Toch weer prima aanval van FC Zutphen. De keeper van Ebsen schiet uit, maar precies in de voeten van een FC Zutphen spits. En die schiet direct. En die bal die gaat net naast. Ja, dat is jammer. Ja, je ziet toch op televisie heel vaak dat zo'n bal toch mooi in het doel gaat. Maar dit keer lukt dat niet. Dan een ingooi voor FC Zutphen. Ebsen die ruimt op. Maar FC Zutphen staat heel goed opgesteld en kan die bal weer opvangen. En via de rechterkant wordt er weer een aanval opgebouwd. En een heel intelligent paasje op de spits van FC Zutphen. Maar deze gaat net niet in, want de keeper zit daar goed bij. En opnieuw een schot en het lijkt hensbal. Maar scheidsrechter Vos ziet dat niet en laat gewoon doorspelen. FC Zutphen zet gelijk druk en opnieuw bouwt er een aanval op. Ja, even goed terugleggen. Beetje de ruimte. Oh, een goede passeerbeweging. Nog een passeerbeweging. En hier opnieuw een man op het verkeerde been en dan schieten. Maar deze actie mislukt en de bal die gaat naast het doel. Maar toch weer een prima actie waar wel perspectief in zit voor de toekomst. Ebsen zit van weer aan de bal, maar die bal die komt bij Ebsen terecht. Ebsen die kan aanvallen en dit is een hele snelle jongen. En die wordt bijna bijgelopen door Milan Platenkamp. Maar
Daar een goede redding van Milan Pot op de inzet van de Epse speler. En het wordt spannend. Het blijft maar 2-1 en FC Zutphen wil natuurlijk graag winnen en dan kampioen worden. Niet gelijk spelen, niet verliezen, maar gewoon winnen zoals dat hoort. Maar Epse is weer gevaarlijk opnieuw in de tweede helft. En daar een goed schot en ja, die bal die gaat er bijna in, maar die gaat toch wel naast gelukkig voor FC Zutphen. En zo blijft het de hele wedstrijd een beetje spannend omdat het nog steeds 2-1 blijft. De ingooi van Epse. En dan zegt scheidsrechter Vos, ik vind het genoeg. FC Zutphen D5 is kampioen geworden van de vierde klasse 22. En de jongens vieren hun feestje samen met trainer Frank van der Linden en Colin van der Velde. Een prima prestatie van deze jongens in dit seizoen. En dan natuurlijk inderdaad even de tegenstander bedanken voor de sportieve wedstrijd. En de jongens van FC Zutphen worden natuurlijk gefeliciteerd met het kampioenschap. En dan nog even het publiek bedanken op de bekende wijze zoals voetballers dat altijd doen. Vol enthousiasme, onder applaus, FC Zutphen D5, kampioen.